Vroeger waren er winkels, plaatsen die we bezochten om rond te kijken en een praatje te maken met een verkoopster. We kochten producten uit rekken en schappen die om onze aandacht vroegen. We wisten wat we nodig hadden en de winkel was de plaats om dit te kopen. Het leven was simpel. Welkom in Winkelcentrum Etteleur. Mijn naam is Lieke van Delft en ik ben in 2013 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven op de Mastertrack Real Estate Management and Development. Mijn afstudeeronderzoek ging over het omnichannel winkelgedrag van de Nederlandse consument tijdens de Customer Journey. En aan mijn afstudeeronderzoek heb ik een leuke baan bij Wereldhaven overgehouden. Vandaar dat we vandaag aan het filmen zijn in Winkelcentrum Etteleur. De laatste jaren is er een groeiende interesse in onderzoek naar het kanaalgebruik van consumenten. Consumentenbestedingen blijven achter, maar de keuzemogelijkheden voor de consumenten zijn fors toegenomen door de groei van online en offline winkelkanalen. Consumenten kunnen tegenwoordig overal winkelen, op ieder moment van de dag. Omnichannel winkelen is trending topic onder retailers, maar omnichannel winkelen was nog niet eerder wetenschappelijk onderzocht. In mijn onderzoek heb ik in totaal data van meer dan 2000 consumenten verzameld via een online panel. Consumenten zijn allemaal woonachtend in de primaire verzorgingsgebieden van 5 winkelcentra in de portefeuille van Wereldhaven, verspreid over heel Nederland. Voor mijn onderzoek heb ik zowel een theoretische als een praktische onderzoeksvraag geformuleerd. De theoretische onderzoeksvraag luidt als volgt. Wat is de relatie tussen het omnichannel winkelgedrag van de consument gedurende de customer journey en persoonlijke kenmerken? Het omnichannel winkelgedrag heb ik voor mijn onderzoek als volgt omschreven. Consumenten gebruiken meerdere kanalen tijdens het winkelen. Zij wisselen continu en eenvoudig tussen deze kanalen. En de consument ervaart al deze kanalen samen als één complete winkelervaring. De customer journey is de reis die de consumenten afleggen tijdens het aankoopproces. Het begint bij gestimuleerd raken door een product en eindigt met de service na aankoop van een product. Dit onderzoek bevestigt dat er relaties zijn tussen omnichannel winkelgedrag tijdens de customer journey en persoonlijke kenmerken. De resultaten laten zien dat niet prijsbewuste consumenten vaker dagelijkse boodschappen online kopen dan prijsbewuste consumenten. Verrassend genoeg gebruiken consumenten tussen de 30 en 49 jaar vaker applicaties op mobiele apparaten dan consumenten met een leeftijd onder de 30 jaar. Consumenten jonger dan 30 jaar gebruiken juist vaker social media. Verder maken consumenten met hoge inkomens vaker gebruik van applicaties om te winkelen dan consumenten met lage inkomens. Het is voor retailers daarom ontzettend belangrijk dat zij weten welke type consumenten zij bereiken met online en offline kanalen. Dit is belangrijk omdat retailers dan de juiste informatie kunnen aanbieden aan de consumenten via het juiste kanaal gedurende de juiste fase van de customer journey. Naast deze theoretische onderzoeksvraag heb ik ook een praktische onderzoeksvraag geformuleerd. Welke doelgroepen kunnen worden gevonden voor consumenten die wonen in grote en middelgrote steden op basis van het omnichannel winkelgedrag van de consumenten gedurende hun customer journey? Ik heb onderscheid gemaakt tussen online en offline oriënteren en kopen voor de 3 productcategorieën mode, persoonlijke verzorging en dagelijkse boodschappen. In dit onderzoek zijn consumentensegmenten gevonden gebaseerd op het omnichannel winkelgedrag. Er zijn 6 segmenten gevonden voor de aankoop van mode, 3 voor dagelijkse boodschappen en 2 voor persoonlijke verzorging. Dit geeft aan dat er structurele verschillen zijn in aankoopgedrag bij de verschillende productcategorieën. Opvallend is het feit dat voor iedere productcategorie een omnichannel consumentensegment is gevonden. Deze omnichannel consumenten hebben gelijkenissen in psychografische en sociaal-demografische kenmerken. Omnichannel consumenten zijn vaker jonger dan 50 jaar, hebben hoge inkomens en zijn hoog opgeleid. Daarnaast zijn omnichannel consumenten innovatief, loyaal en ze vinden het leuk om te winkelen. Ook ervaren zij een tijdsdruk en zijn ze prijsbewust. Kortom, winkelen is niet meer zo simpel, maar het is wel een stuk leuker geworden. Wil je nu nog meer informatie over mijn afstudeeronderzoek? Kijk dan op linkedin.com en zoek naar Lieke van Delft.